Ja, lieve vrienden, ik zit hier op mijn booster. Ja. Dat, ik heb jullie meegenomen met mijn GoPro camera. Ja. Weer naar mijn tatoeëerder. Ja. Ik ben een kwartiertje te vroeg, dus we wachten nog geduldig af totdat hij er is. En ik zal af en toe proberen, geluk weet ik niet, te vloggen. Ja. Dat, we wachten af totdat hij er is. En, we zullen het gaan beleven. Ik kom om 1 uur terecht, maar ik ben al een beetje te vroeg. Ik dacht dat ik het niet zou redden, maar ik moest nog even wat anders doen. Dat heb ik ook eerst gedaan, maar ik ben toch even genoeg te vroeg. Ik hij zal er wel wezen. Ja, maar nee. Maar het komt goed hoor. Ja, ik heb er alle vertrouwen in. En, ik ben blij. Ja. Aan de ene kant ben ik blij, aan de andere kant verdrietig. Ja. Het is een beetje dubbel. Maar ja, we wachten af en we zullen het beleven. Ik hou jullie op de hoogte. En tot straks. Doei doei. Hallo lieve vrienden. Ja, hier zitten we dan. Hè. Ja, bij de tatoeëerder. Ja, een hele lieve man. Mag ik je naam noemen? Barry, heet hij. Ja, ja. Hij wilde er niet op, maar zijn werk wilde hij er wel op hebben. Dus doen we dat even. Kijk. Ja, en dan komt er een roos onder zijn halslijn. Maar ja, dat zien jullie van de zomer misschien wel of straks als ik thuis ben, als die klaar is. Ja, eerder niet. Maar ik ben er blij mee en hij is hartstikke mooi. Ja. Zo heb ik meerdere dingen al even. Hij is niet af hoor. Hij is nog niet af, wordt er gezegd. Nee, daarom zei ik al, er moet nog een roos eronder ook. En de portret is ook nog niet af. Nee, maar eventjes rust, ja. Dus we gaan zo weer verder, dus ik moet dan weer plat. En ja, het is moeilijk met mijn rug. Dus ik ben blij dat ik heel even zitten kan. Ik zou zeggen, tot straks. Toedeledokies.
Ja, lieve vrienden. Maandagavond had ik niet eens niet meer gevlogd om het einde te maken van mijn vlog. Laat ik het zomaar even zeggen. Dat ik dus die tattoo heb laten zetten. En mijn excuus ervoor. Maar ja, dit filmpje komt er nog even achteraan. En het is eigenlijk al woensdag. Maar dit filmpje komt bij maandag. Ja. Toen was het, moet ik even weer helemaal omschakelen. Het is nu woensdag de 24ste. Dinsdag was het de 23ste. Maandag was het de 22ste. Ja, ik had ook al een fout gemaakt. Mijn dochter Karin van de Wereld, die attendeerde me daar net op. Ik zei, nou ja, pech. Iedereen maakt wel een fout. Dus boeien. Maar ik hoop dat jullie het allemaal een gezellige vlog vonden. Tot later. Doei, doei.